bier en bitterballen of toch pittige gesprekken morgen bij het VVD-congres in Noordwijkerhout. Verschillende stromingen binnen de partij laten van zich horen en stellen vraagtekens bij de koers van de liberalen. Krijgt partijleider Jezugus de geest terug in de fles? Ja, dat is de vraag. Wat verwacht jij, Carla, van morgen? Een spannend congres? Een redelijk spannend congres. Ik denk niet dat het een bijltjesdag wordt, dat de positie van Jezugus ter discussie staat of iets dergelijks. Maar inderdaad, de koers. En of de verschillende, de verschillende stromingen inderdaad, of die ook allemaal aan het woord worden gelaten, daar ben ik wel benieuwd naar. Bij de VVD hebben ze er de afgelopen 13 jaar een handje van gehad om alle geluiden een beetje rustig te houden. Vooral de kritische geluiden. En dan kreeg je zulke geregisseerde congressen dat je dacht als journalist, ja, wat moet ik daar nog gaan doen? Ja. Dan zit je toch naar een soort theater te kijken. En ik heb liever echt theater. En als ze de mensen gewoon een beetje hun gal laten spuien en de balans aan het einde van de dag opmaken, dan denk ik dat het een goed congres zou kunnen worden. Ja, voor jouw stuk in Elsevier Weekblad heb jij gesproken met verschillende VVD-leiders over het hele land. Ja. Allemaal hadden ze toch echt wel een eigen mening. Ja. Wat viel jou op? Nou ja, dat je dus, je hebt echt bestuurlijk ingestelde VVD'ers die ook vaak een functie hebben natuurlijk in het bestuur. Maar je hebt ook de echte politici die een fractie leiden in een gemeenteraad. Van Dordrecht heb ik gesproken bijvoorbeeld. Of in Helderbergen in West-Brabant. Het viel me op hoe ambitievol zij zijn en bezig zijn in de politiek. En dus ook met hun achterban. En die achterban die ziet dan wat in Den Haag gebeurt. En dan maken die lokale leiders zich dan druk om. Want ze zien dat die achterban heel kritisch is op het. Ja, wat is dan die voornaamste kritiek van de achterban? De voornaamste kritiek is eigenlijk van dat die spreidingswet er eerst is gekomen voordat de beperking van de instroom geregeld is. Ja, dus eigenlijk wat Jezugus wilde. Ja, dat wilde zij, maar dat heeft ze niet weten te regelen. Ik zelf vraag me nu altijd af waarom is dat kabinet nu op één onderdeeltje. Mm-hmm. Ze konden het er maar niet over eens worden over dat migratiepakket. Maar had dan gedaan wat je al wel, waar je het wel over eens zou kunnen worden. Maar goed, dat is allemaal terugkijken. Dus die kritische leden die vinden eigenlijk gewoon dat je nu toch uitstraalt van ja, we hebben de asielinstroom niet in de hand. En dus gaan we door met veel asielzoekers die naar Nederland komen en die dus ook moeten worden opgevangen. En dan ook nog gemeenten gaan dwingen dat in laatste instantie passen. Speelt allemaal pas in november. Als het niet in de polder op zijn Nederlands kan worden geregeld. Geloven zij nog wel in het leiderschap van Jezugus? Ja, ik heb daar echt amper kritische geluiden over gehoord. Integendeel, de meeste VVD'ers weten heel goed dat zelfs de enorm gevierde leider Bolkestein en ook Mark Rutte zelf er ook een paar jaar over gedaan hebben om geaccepteerd en succesvol te worden. Om hun positie te bemachtigen. Eigenlijk is het voor haar niet eens zo slecht, want die campagne en die overdracht van het leiderschap van Mark Rutte naar Jezugus, die ging bijna te soepel. Maar zou dit dan ook gebeurd zijn onder het leiderschap van Mark Rutte? Nou ja, ik zou bijna zeggen als een politicus als dan vragen. Die beantwoord ik niet. Maar hij zou misschien toch nog een geitenpaadje hebben weten te vinden. Zoals daar heeft hij het altijd mee gered. Van de andere kant, die hele immigratieproblematiek, die speelt nu al 30 jaar in de partij. Iedereen heeft mooie woorden over Bolkestein. Maar ik herinner me alleen maar dat hij altijd hamerde op beperking van de instroom. Dat heette toen nog niet zo precies. Dat heette toen anders. Ja. Minder asielzoekers. En dat zei hij ongeveer elke week. Daar kwam hij ook enorm mee in de publiciteit. Maar concreet hielp het amper. De internationale ontwikkelingen. En ja, dus historisch gezien heeft dit thema altijd eigenlijk al altijd een hele cruciale rol gespeeld. Echt een breuklijn ook in de partij. Je hebt altijd wel VVD'ers gehad die minder streng waren op immigratie. Ja. En die breuklijnen die zijn er nog steeds. Ja, dus historisch gezien is dit eigenlijk altijd al een probleem geweest binnen de VVD. Volgens die verdeeldheid was er altijd het al lijkt mij op juist dit thema. Een probleem als je helemaal geen discussie zou hebben in de partij. Ja. Maar dan denk je toch meer aan Russische toestanden. Nou ja, verwacht je dan dat het congres nog moties gaat hebben tot betrekking van de formatie?
Nou ja, heb je het over regeren met de PVV? Dat is eigenlijk een veel grotere splijtswam, denk ik. Mm-hmm. In de laatste vergadering in Utrecht en na de verkiezingen, toen dacht ik toch dat een meerderheid van de leden neigde naar wel regeren. Maar ik weet van bepaalde belangrijke VVD'ers op de achtergrond, dat die dat helemaal niet zien zitten. Ze vinden Wilders een antidemocraat en die de rechtsstaat niet accepteert. Dus zij vinden het echt zouden een grote fout vinden als de VVD gaat regeren met Wilders, in welke vorm dan ook. En dat is natuurlijk wel iets wat je niet zomaar eventjes op een achternamiddag in Noordwijkerhout kunt oplossen. Dus daar verwacht ik nog heel veel gedoe over. Ja. En het grote schrikbeeld is dat het de partij gaat splijten zoals het het CDA heeft gespleten in het verleden. En dan heb je de pop aan het dansen. Ja. Femmetje, ik zie jou knikken. Hoe volg jij dit? Nou ja, ik vind het wel fascinerend hoe zij soms natuurlijk zegt van we gaan wel. Hè. Tijdens de verkiezingen heeft ze natuurlijk wel zich uitgesproken van we willen wel met Wilders regeren eigenlijk. Mm-hmm. En daarna toch weer niet. Dat vind ik wel ingewikkeld. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar... Ja, nee, maar dat is inderdaad gewoon een grote fout in de campagne geweest, denk ik. Ja. We gaan hier zo verder over praten. Dank je wel.